Ik vind dit halve maatregelen. Of een keiharde lockdown. Met z'n allen? Of helemaal niet met z'n allen. Nou, ook weer de horeca. We komen er nooit meer vanaf. We komen er van ons hele langzaamse leven nooit meer vanaf. Ja. Laten we daar nou zeker van zijn met z'n allen. En laten we als de sodemieterij coronaziekenhuizen maken. Met een enorme capaciteit. Mensen veel meer betalen. Laat de Nederlandse staat eens uitgeven aan de dingen die belangrijk zijn. Toeslagenaffaire. Maar met name ook dit. De gezondheid aan de eindfase. Daar veel geld in stoppen. Nu gaan we weer veel pompen in allerlei ondernemingen die het geld nodig hebben. Maar laten we nou eens pompen in de eindfase. Daar waar het terecht moet komen en dan terug gaan werken. En dat hadden we een jaar geleden misschien wel. We hebben anderhalf jaar de tijd gehad. Kunnen we voorzien om nooit meer vanaf. Nee. Ik ben het helemaal met je eens, Jack. Maar Hugo de Jonge zegt wel, ja, hij verwacht dat de komende maanden het virus rond zal gaan. Ja, ook onder die je gelooft het toch ook niet meer? En, nee, ik ben het met ik je eens. Niemand het komt niet meer. Ik ben het helemaal met je eens dat het ongeloofwaardig overkomt. Iedereen heeft het gevoel, dit is een enorme tegenvaller en we waren er toch vanaf na die prik. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Maar hij verwacht wel dat als het nu rondgaat de komende maanden, dat we op een gegeven moment iedereen het heeft gehad en dat het ook onder de kwetsbaren rond is gegaan. Ja, dan is het op een gegeven moment voorbij, totdat je weer een nieuwe variant hebt. Ja, maar goed, daar kan je op wachten. Ja, maar dat zeggen virologen ook al heel lang, hè? Dus zij zeggen, we moeten leren leven met dat virus. En wat betekent dat dus? Zorgen dat mensen in de zorg daar blijven werken. Dat je inderdaad de IC-capaciteit opschaalt. En meer betalen. Meer betalen inderdaad. Zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden. Zorgen dat ze niet meer zo massaal uitvallen als nu. Zorgen dat we mensen over in het land de gelegenheid geven om En een land als Nederland zou toch die infrastructuur moeten hebben? Ja. Om dat op poten te zetten? En daar hebben we natuurlijk al anderhalf jaar de tijd voor gehad. Ja. En dat zeggen virologen al heel erg lang. Van leer nou leven met dat virus. En richt nou die samenleving zo in dat als er weer een opleving komt, dat we het eigenlijk het virus meteen een klap kunnen geven. Ja. Maar dan zijn we nog lang niet meer klaar. Je wil eigenlijk ook niet sturen op IC-capaciteit. Want dat betekent dus dat je maar besmettingen laat rondgaan tot de ziekenhuizen vol liggen. En eigenlijk moet je dat dus voor zijn. Altijd. Moet je voorkomen dat dat virus zo ver komt zoals het nu is gekomen. En dat is natuurlijk ook nu het dilemma waar we in staan. Want helemaal eens dat we achterlopen. Dat er veel eerder ingegrepen had moeten worden. Dat we nog steeds veel sneller stap hadden moeten nemen. Maar de pijn zit nu natuurlijk wel dat we met z'n allen op dat punt staan waarop de zorg zegt, we kunnen het niet meer. Wat jij dan roept is dat je nog veel strengere maatregels moet hebben. Nee. Dan moet je alles dichtgooien. Dan moet je hier niet gaan zitten. Dan moet je thuis gaan zitten. Dan heb je kans dat je het oplost. Ja, maar dat is mijn punt niet. Mijn punt is maar mijne wel. Ja, maar het gaat erom dat je zegt, je moet zorgen dat de corona niet meer voortvoekert. Dat kunnen we niet tegengaan. We weten niet je weet niet hoe het overgebracht wordt. We hebben geen idee. We hebben geen idee wat voor variaties en varianten erop komen. Je moet dus aan die eindfase gaan bouwen dat je daar in ieder geval het probleem niet hebt. En dan moet je daarna ga je kijken wat je kan terugdringen, zodat je misschien overcapaciteit hebt. In de tijd was als Poetin boos keek, dan dachten we dat we weer militairen moesten hebben. Dan lachte die, dan schaalden we weer af en dan kregen we weer moeilijker en dan kwamen we weer bij. Allemaal ad hoc. Ja, maar hier precies hetzelfde. Er staat een slotenvaartziekenhuis. Daar wil men geloof ik nu, ik noem maar wat, een museum of zo van maken. Er staat gewoon een groot ziekenhuis. Dat hebben ze gesloten. Dat is gewoon een schande. Zo zijn er meerdere in Nederland dat je op een gegeven moment een vooruitziende blik moet hebben. Ja. En we hebben met dit kabinet, wat al volwassen mensen zijn, die al 10 maanden er niet uitkomen om met elkaar iets te kunnen doen. Laten die daar nou mee bezig zijn en lekker doorvreubelen en een keer in Hilversum in Groningen gaan zitten. Maar laten dan een zakelijk team komen die zorgt dat het goed wordt opgezet. Zodat je gewoon weet wat er gebeurt, weet waar je aan toe bent. En niet alleen maar met steunpakketten moet zorgen dat de boel gered wordt en stemmetjes winnen. Je moet het organiseren. En in deze regering zitten geen mensen die kunnen organiseren. Als deze regering een bedrijf zou moeten leiden, zouden we al een minuut failliet zijn. Waarvan achter, Jack? Tot verdorie. Ik stem op Jack.